Elke dag maakt Pijnakker Noordorp actueel een videoverslag van Jeugdland in Pijnakker. Maar hoe kijken de kinderen zelf naar dat vakantiefeest? Er is maar één manier om daarachter te komen. Geef ze een camera mee en laat ze hun eigen vlog maken. Hallo! Wij mogen vandaag een uurtje gaan filmen in Pijnakker. Jij hebt een auto. Dan gaan we zien, laten zien hoe wij beleven in Jeugdland. Ja! Kijk zelf. Ik ben Carmen. Ik ben Carlijn. Ik ben Alvira. Ik ben IJske. Veel plezier! Ja! Het is de techniekbus en daar kun je kennis maken met de techniek. Het thema van dit jaar is Batman. En er zijn dus elke keer weer nieuwe leuke spellen die je kan doen. Dat. Ik dacht alleen aan het leuke over. Je kan hier hardop sorteren. Je kan hier bijvoorbeeld kijkers in een plankje slaan en dan er een touw omheen doen. En dat ziet er ook leuk uit. Je kan er ook open trekken. Mooie kunstwerkjes maken van hout. Dat je allemaal met branden. Er zijn op heel veel plekken verschillende dingen te maken. En bij de technieken, bij het knutselen vinden wij dat het leukst. Ja. Zo ziet de techniek er van de buitenkant uit. En zo ziet het knutselen er van de buitenkant uit. Iedereen bouwt hier zijn hutten. Ze zijn echt heel veel al aan toe als er hout, nieuw hout komt. Ze halen ook allemaal klompen en kleden bij het textiel. Het zo af te maken. Want normaal is dat heel erg druk, maar vandaag niet zo altijd een klein beetje. Nog steeds zit er wel best wat kinderen in. Deze staat er voor deze dag alleen maar. Maar het is wel heel erg leuk, want ze hebben elke dag iets nieuws wat ze doen. Bijvoorbeeld de eerste dag was er een kinderboerderij. En dat was echt super leuk. Ook hier zijn alle kunstwerkjes die al af zijn. Dit doosje hebben wij ook gemaakt. Dat is een mozaïekdoosje en die kan je allemaal spulletjes in stoppen. Je hebt hier blokken die kan je maken en weer verven en je nog meer mozaïekdoosjes. Er zijn gewoon van papier-mâché en van die leuke doosjes die zie je ook allemaal. Dit is de textielafdeling. Hier kan je allemaal verschillende dingen maken. Je kan bijvoorbeeld je eigen knuffeltje naaien. Je kan ook een cactus maken of een paard. In vorige jaren waren wij hier soms bijna de hele dag, maar nu komen we er iets minder vaak. Dat is nog steeds wel heel erg leuk. Hey, het is I'm
maken heen gaan en even spelen. Alleen er staat een bordje met: de speeltuin is alleen voor kinderen tot en met 12 jaar. Maar toch gaat IJske er nog in. En bij de knuffels maken, niet iedereen blijft bij dezelfde tafel. En gaat gewoon naar de tafel toe die het meest leeg is. Ja, verder te maken even. Deze kant, hier niet geleid. En ik heb er gezicht niet getekend. Ik vind Jeugdland heel erg leuk omdat je heel veel creatieve dingen kan doen. En daar hou ik wel van. Kun je fantasie helemaal door laten gaan, zeg maar. Je kan alles maken wat je wil. Dat vind ik er ook heel leuk aan en ik vind de gezelligheid ook heel leuk. Ik vind Jeugdland heel erg leuk omdat het heel gezellig is. En je kan allemaal leuke dingen doen. En eigenlijk is er voor iedereen wel iets om te doen. Als je niet zo houdt van je niet bezig zijn, dan kun je op het sportveld allemaal dingen doen. Of ja, zwemmen. En ja, dat vind ik heel leuk. Ik vind ook Jeugdland heel leuk vanwege dat je voor iedereen wel iets wat leuks te doen. En ik hou heel veel van knutselen, dus ik ben vaak bij de knutselen te vinden. En dat vind ik echt heel leuk te doen. En hier heb je sneller kan je iets doen wat je thuis niet kan doen. Dus daarom is het heel leuk. Ja! Ik snap het niet op de tijd! Ja, Jeugdland maakt je vrienden! Zo is het. Dat was het weer voor deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We kijken het weer in Jeugdland. Ja. En dat was het.